Roy TV samen met PricewaterhouseCoopers, Port of Antwerp, de Europese en Rolit. Containers mogen dan al overal de klok slaan, ook andere industrietakken zoals de tankbouw kenden de voorbije jaren een krachtige ontwikkeling. Zo bouwde Evans bijvoorbeeld vorig jaar liefst 270 tanks en ook dit jaar is het actief op tientallen werven, zoals op dit moment op Petroleum Zuid. Wij zijn hier momenteel bouw aan het doen van 1500 kubetanks. In totaal komen hier op deze werf 24 tanks te staan. De tanks hebben een doormeter van 10 meter met een hoogte van 20 meter. De klanten vragen hoe langer hoe meer de verschillende hoogtes. Vroeger was een 12 meter een vrij normale hoogte. Nu gaan we naar 18 en 20 meter hoogtes van tanks. Een ander project veel dieper in de haven van Antwerpen. Hier wordt de klus door verschillende bouwers geklaard. Evans zelf bouwt hier een zestal tanks, die lager zijn maar vooral breder. Maar wat ook de vraag is van de klant, Evans kan werken op maat en van tekentafel tot montage op de werf. En dat is meteen een van de grootste troeven. Ja, dat is dus eigenlijk de sterke troef van Evans. Evans is eigenlijk een... Wij kunnen eigenlijk het product van de beginfase tot de eindfase afwerken. Dus het tekenwerk is in eigen handen uiteindelijk. Dus het aankoop van de platen bij de leveranciers. Dan gaan wij die platen zelf verwerken in onze werkplaats. Om zodoende naar de werven te brengen om daar de volledige tanks te bouwen. Vorig jaar nog bouwde Evans op Linkeroever een park van liefst 60 opslagtanks. En ook nu zitten er grote projecten in de pijplijn. Een bewijs dat het trauma van 11 september stilaan is verteerd. 11 september is eigenlijk een beetje een periode geweest dat het ook iets stiller was. Mensen durven blijkbaar niet te investeren enzovoort. Nu dit jaar en 3 jaar terug zijn uiteindelijk begonnen toch ieder bedrijf met investeringen te doen, aanbestedingen enzovoort. En Evans is daar eigenlijk onmiddellijk in een boot kunnen springen bij wijze van spreken, of op de boot, om daar toch mee in te gaan. En wij merken toch dat de petrochemische industrie een flinke uitbreiding aan het doen is. Naast Antwerpen bouwt Evans op dit moment ook in Gent en op diverse plaatsen in het Franstalige landsgedeelte. De Antwerpse haven heeft de cijfers bekendgemaakt voor de eerste 3 maanden van 2008 en daaruit blijkt dat de groei zich onverminderd verder zet. Zo is er tussen januari en einde maart liefst 46 miljoen ton goederen behandeld, een stijging met 3,3% ten opzichte van 2007. Vooral de containeroverslag blijft fors groeien. Met 24 miljoen ton of 2,1 miljoen te groeit de containermarkt met 7%. Het deurgangdok bewijst met een groei van 39% stilaan zijn waarde. Het conventioneel stukgoed daalt dan wel met 13% en staat met 4,3 miljoen ton op het peil van 2006. De ro-ro-trafiek doet het wel goed met een kwartaalgroei van 6% tot 1,1 miljoen ton. 4070 schepen hebben de Antwerpse haven aangelopen en dat is 0,9% meer dan in 2007. Voor de 5e keer sinds 2001 is in Antwerpen Shiplink georganiseerd. De hele maritieme wereld vond net zoals tijdens de vorige edities de weg naar de Wagenatie in Antwerpen. En daarmee is Shiplink uitgegroeid tot het grootste maritieme treffen in eigen land en ver daarbuiten. Shiplink is eigenlijk een social event. Is eigenlijk geen beurs. Shiplink is begonnen toen wij 100 jaar bestonden, 2001. We hebben dat voor de eerste keer georganiseerd. Het was een heel groot succes en we hadden zo'n goede feedback achteraf dat we hebben gezegd, we gaan dat verder doen. We hebben het jaar erop dan nog eens gedaan en vanaf dan hebben we 2 jaar tussen gedaan. Zodanig dat het concept niet zou verouderen. Maar zoals je kan zien, wij zijn heel gelukkige mensen. We hebben er heel veel voorbereiding aan gedaan. Wij verwachten vanavond alles bij elkaar. 2700 mensen. Daarmee zijn we het grootste maritieme event in Vlaanderen, België enzovoort. Op de beurs komt de hele wereld van de maritiem samen en speelt concurrentie eigenlijk geen rol. Hier worden contacten gelegd, contacten onderhouden, contacten hernieuwd. Het is dan ook een echt sociaal gebeuren. Het is een social event. Het zijn onze agenturen die zelf een stand nemen, identieke stand.
En gemeenschappelijk nodigt iedereen het cliënteel uit. Dus iedereen levert de adressen aan bij ons. Wij mergen die. En dus eigenlijk is iedereen, alle gasten hier zijn gast van alle agenten die hier staan. En dan is dat uiteindelijk een social event. Hier wordt eigenlijk geen lading gekocht. Hier is gewoon gezellig bij elkaar zijn. En het mag gezegd, de deelnemers zelf waarderen het initiatief en vinden het ook nodig. Groot, klein of nog kleiner, ontbreken wil niemand op Shiplink. God ja, ik denk dat er, als je vandaag ziet die opkomst die er is. We zien hier verladers eigenlijk uit heel België. Ik ben mensen tegengekomen uit Gent, uit Wallonië. Heel de forwarding community is hier aanwezig. Ik denk, Zappig Luid, dat is de tweede grootste rederij in Antwerpen, dat wij niet mogen ontbreken. Mijn firma bestaat 125 jaar, van 1983. En is eigenlijk in Antwerpen als Tjudy Logistics een nieuwe firma. Omdat wij eigenlijk vroeger Tecoline waren. De naam is overgenomen naar Tjudy Line. En Tjudy is nu met zijn eigen rederij en vooral agenturen helemaal in de verschillende werelddelen begonnen. In UK hebben wij een eigen kantoor, in Noorwegen, in Finland, in Estonië, in Holland, in België en zo verder. Dus voor jullie een beetje van belang om hier toch een beetje aan naambekendheid te werken? Dat is de reden waarom wij wouden absoluut meedoen aan Shiplink. Wij waren nog geen lid van ASV. Wij zijn nu lid van ASV voor een proefperiode van een jaar. Maar allemaal voor aanwezig te zijn op Shiplink en voor de naambekendheid in Antwerpen. Wel, wij zijn een van de lijnagenturen van Antwerpen. Er zijn veel minder lijnagenturen dan in het verleden. Dus degenen die er nog zijn en zich zo profileren, die moeten toch ook eens deelnemen natuurlijk aan zo'n algemeen gebeuren als Shiplink. Hè? Wij zijn een rederijkantoor voor Hanjin. En Hanjin Shipping is een Koreaans rederij met hoofdkantoor in Seoul, Korea. En in Antwerpen zijn we actief als eigen kantoor sinds februari 2006. Dus met een eigen vertegenwoordiging. Nog relatief jong dus? Relatief jong. Niet jong in de containerbusiness, maar het kantoor is vrij jong, inderdaad. Ja. Van belang dus om hier te staan aan naambekendheid te werken? Voilà, dat is ook een van de hoofdredenen om hier te zijn, om de naam meer naar buiten te brengen. De naambekendheid omhoog te krikken en ook natuurlijk de klanten met de klanten erom te werken om dat product naar buiten te brengen. Ik zou zeggen, shipping of de maritime zoals ze het zeggen in Antwerpen is nog steeds altijd een heel stukje people's business. Natuurlijk, het professionele is van heel groot belang, de kwaliteit van uw product, maar het blijft people's business. Dus met andere woorden, u kent mij. En op die manier worden inderdaad ook nog altijd zaken gedaan. Dat is inderdaad gewoon zo. Dus met andere woorden, die netwerking is van heel groot belang. De volgende Shiplink staat voor 2010 op het programma.